بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته beste nobele broeders en beste nobele zusters, we zijn weer bij een nieuwe aflevering van het tafsir. Een aflevering waarin wij proberen inshallah onze iman te vermeerderen en dichter bij Allah subhanahu wa ta'ala te komen middels het leren van de betekenissen van de woorden van Allah subhanahu wa ta'ala. En we zijn bij Surat Al-Masad. Surat Al-Masad. Of het wordt ook wel eens Surat Tabbat genoemd. En we zullen straks ook weten wat betekent Al-Masad en wat betekent Tabbat. De sura is als volgt. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. De vertaling: in de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. Vernietigd zijn de handen van Abu Lahab en vernietigd is hij. Zijn bezit en wat hij voortgebracht heeft, baat hem niet. Hij zal een vuur van vlammen binnentreden, de hel. En ook zijn vrouw, de aandraagster van brandhout. En we zullen zo meteen ook uitleggen wat dat betekent. Om haar nek een touw van vezels. Al-Masad is een ruwe touw van vezels. En we zullen ook nog meer uitleggen straks wat dat betekent en wat voor verband dat heeft met ook de vrouw van Abu Lahab. Deze sura heeft een bijzondere betekenis, maar ook een bijzondere gebeurtenis. De bijzondere betekenis zullen we inshallah straks meer uitleggen wanneer we ook stilstaan bij verschillende gebeurtenissen die de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft meegemaakt aan het begin van zijn openlijke da'wa die hij sallallahu alayhi wa sallam verricht heeft. En waarbij hij door zijn directe naasten ook bestreden werd. En als vijand werd gezien. Imam al-Bukhari, rahimahullah, heeft verhaald van Abdullah bin Abbas, radiyallahu anhuma. Hij zei dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam op een dag naar een al-Batha ging. En al-Batha is een wijk in Mekka, ongeveer 8 minuten van al-Ka'ba vandaan. En hij klom op een berg en hij begon te roepen. Hij begon te roepen. En hij riep verschillende gezinnen en stammen en substammen van Quraysh. Waarop de mensen zich verzamelden tot hem. En hij zei: zien jullie als ik jullie bericht over een vijand die jullie zal aanvallen
In de ochtend of in de avond? Zouden jullie mij dan geloven? En ze zeiden, wij hebben jou nooit horen, of wij kennen niet van jou dat jij liegt. Wij kennen niet van jou dat je liegt. In een andere versie zeggen zij, ja. Toen zei de profeet sallallahu alaihi wasallam, voorzeker, ik ben voor jullie een waarschuwer voor een harde, pijnlijke bestraffing. Voor een harde bestraffing. Toen zei Abu Lahab zei, en Abu Lahab is de oom van de profeet sallallahu alaihi wasallam. Hij heette Abdul Uzza. En Abdul Uzza betekent de dienaar van Al-Uzza. En Al-Uzza was een afgodsbeeld. Abu Lahab zei toen, tabban lak, vernietigd ben jij. Of mogen jij verlies lijden. Dat betekent ook tabbat, tabban. Tabban betekent, mogen jij verlies lijden of je bent vernietigd. Of ik wens voor jou de vernietiging. Heb je ons hiervoor verzameld? Heb je ons hiervoor verzameld? Hierop heeft Allah subhanahu wa ta'ala deze surah neergezonden. Tabbat yada abi lahabin wa tab. En dit is een een duidelijke woord naar Abu Lahab. En iedereen die Abu Lahab volgt in zijn vijandschap voor of van de profeet sallallahu alayhi wasallam, en degene die de profeet sallallahu alayhi wasallam ook volgen. Dus zo zie je dat Abu Lahab, de oom van de profeet sallallahu alayhi wasallam, de oom van de profeet sallallahu alayhi wasallam, de grootste of een van de grootste vijanden was van de profeet sallallahu alayhi wasallam. Waarom? Omdat hij een zeer hoge loyaliteit, eigenlijk is het een lage loyaliteit. Loyaliteit had aan zijn afgodsbeelden en aan de djinn die zij aanbaden. Want deze afgodsbeelden, die waren natuurlijk ook, of die werden beheerd door de djinn. Laten we even kijken naar een andere verhaal waar ook uit blijkt dat Abu Lahab een grote vijandschap had jegens de profeet sallallahu alaihi wasallam. Niet omdat hij zijn neef was, nee, wegens de inhoud van de boodschap die hij verkondigde. Wegens de inhoud van de boodschap die hij verkondigde. De profeet sallallahu alaihi wasallam ging wel eens naar, en dit is een hadith die Imam al-Albani heeft sahih verklaard, die ging wel eens naar de markt. Het heette markt van al-Majaz. Oftewel, dat was een markt waarin de dichters en de predikers zich verzamelden om daar hun, laten we zeggen, zeg maar de spieren van hun tongen te laten zien. En hoe beter de poëzie en de gedichten die zij maakten, hoe meer geld zij verdienden. Dus dat was eigenlijk een markt van gedichten, waarin de mensen hun gedichten en hun preken kwamen uiten, om duidelijk te maken hoe geweldig zij waren in hun taal. En daarom de tijd waarop de profeet sallallahu alaihi wasallam, of waarin de profeet sallallahu alaihi wasallam is neergezonden, dat is de gouden tijd van de Arabieren. Zij hadden eigenlijk op dat moment hun gouden tijd qua taal. Qua taal. En zij pronkten ermee onder elkaar. Dus de profeet sallallahu alaihi wasallam ging naar die markt. En hij zei tegen hen simpele woorden. O mensen, zeg la ilaha illallah, dan zullen jullie wel slagen.
En de mensen begrijpen natuurlijk wat la ilaha illallah is. La ilaha illallah betekent dat ze afstand moeten nemen van al hun afgodsbeelden. Ze hadden 360 afgodsbeelden in en rondom de Kaaba. Elke stam had zijn afgodsbeeld daar. Dat betekent dat ze afstand moeten nemen van deze afgodsbeelden en elke vorm van afgoderij, en dat ze slechts Allah subhanahu wa ta'ala erkennen. Dus hij zei tegen hen: zeg la ilaha illallah, dan zullen jullie wel slagen. En het punt van Quraysh is dat zij Allah erkenden als de Heer, degene die alles heeft geschapen en degene die de voorziening gaf, maar zij aanbaden hem subhanahu wa ta'ala niet. Zij richten hun aanbidding naar deze afgodsbeelden. Dus de profeet sallallahu alaihi wasallam zei: zeg la ilaha illallah, dan zullen jullie wel slagen. En de mensen verzamelden zich om hem heen. Maar achter hem was er een man die licht van kleur qua gezicht was. Maar hij was ook schil. En hij zei: voorzeker, deze man is uit jullie godsdienst getreden. En hij is een leugenaar. Hij is een leugenaar. En hij volgde hem. En hij zei ook, soms in een andere versie, zei hij: volg hem niet. Volg hem niet. Hij wil jullie afhouden van jullie afgodsbeelden. Van jullie afgodsbeelden. En van jullie djinn. En zo bleef hij achter hem aan. En in een andere versie zegt de overleveraar dat Abu Lahab hem zelfs ook bestenigde, oftewel stenen naar hem gooide, totdat de profeet sallallahu alaihi wasallam ook uit hem bloed kwam. Dit betekent dus dat de vijandschap zo diep was in Abu Lahab, dat hij verblind was door zijn afgoderij. En deze ayat zijn daarom dus neergezonden vanuit Allah subhanahu wa ta'ala naar de profeet sallallahu alaihi wasallam. Laten we even kijken wat Allah subhanahu wa ta'ala eigenlijk hier zegt middels deze ayat. Allah subhanahu wa ta'ala zegt: tabbat yada abi lahabin wa tab. Wat betekent dat? Dit betekent letterlijk, mogen de handen van Abu Lahab vernietigd zijn. Mogen de handen van Abu Lahab vernietigd zijn. Dat is letterlijk en figuurlijk. Letterlijk omdat hij hem ook bestenigde. En figuurlijk betekent hetgeen wat hij deed. Mogen hetgeen wat hij deed ook vernietigd zijn. En mogen zijn handen verlies lijden. En mogen hij ook verlies lijden. En dit is een extra benadrukking en een extra dua die de profeet sallallahu alayhi wa sallam deed middels deze ayat. En Allah subhanahu wa ta'ala middels deze ayat ook een berichtgeving geeft aan de profeet sallallahu alayhi wa sallam en aan de rest van de gelovigen. Dat Abu Lahab zeker verlies zal lijden. En dat zijn handen zeker verlies zullen lijden. En dat zijn daden zeker verlies zullen lijden. Wat betekent dat?
Dat betekent dus dat ook degene die de daden van deze persoon ook doen, dat ze ook verlies zullen lijden. Want Allah subhanahu wa ta'ala heeft hier gezegd, tabbat yada Abi Lahabin. Oftewel, hetgeen wat Abu Lahab doet, zal verlies lijden. Dus iedereen die hem nadoet, zal ook verlies lijden. En zoals het profeet sallallahu alaihi wasallam zegt, men tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Iedereen die, of al wie, een volk imiteert, voorzeker hij behoort tot hen. Hij behoort tot hen. Vervolgens zegt Allah subhanahu wa ta'ala daarna, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Oftewel, zijn bezitting en hetgeen wat hij binnen heeft gehaald en hetgeen wat hij heeft aan kinderen zal hem niet baten, oftewel zullen hem niet baten. En hij had één zoon die kafir is geworden. En hij had ook een afschuw jegens de profeet sallallahu alaihi wasallam en jegens de metgezellen van de profeet sallallahu alaihi wasallam. En de profeet sallallahu alaihi wasallam in een van de hadith doet een dua tegen hem, waarbij hij ook opgegeten wordt door een leeuw, toen hij op reis was. Andere twee zonen van Abu Lahab, die waren moslims geworden. En Allah subhanahu wa ta'ala heeft hier duidelijk gemaakt dat nog hij, nog hetgeen wat hij bezit aan geld, zou hij deze inzetten om de vijandschap van Allah of van hem jegens de profeet sallallahu alaihi wasallam nog meer in te zetten, dan zou hem dat niet baten. Nog zou hij zijn zonen inzetten om deze vijandschap ook nog eens te vermeerderen, zou hem dat niet baten. Waarom? Omdat de Arabieren die pronkten met hun kinderen. Dat hun kinderen namelijk hun steun waren. Hè? En vooral hun zonen. Tayyib. Vervolgens zegt Allah subhanahu wa ta'ala سيصلى نارا ذات لهب. Hij zal zeker een vuur binnentreden met vlammen. En dit is een extra benadrukking. Elk vuur heeft vlammen, toch? Extra benadrukking dat zijn straf zeer hard zal zijn. En dat zijn verbranding zeer hard zal zijn. Maar dit is ook een zekerheid. En dit is een belofte. En we willen even hierbij stilstaan. Allah subhanahu wa ta'ala heeft deze sura neergezonden met deze belofte. Dat betekent dat toen Abu Lahab deze zaak hoorde, hij kon ook denken van oké, wacht eens even, ik kan, als ik denk slim te zijn, kan ik ook zijn da'wa teniet doen, dus de da'wa van de profeet sallallahu alaihi wasallam, door zelf moslim te worden. Maar Allah subhanahu wa ta'ala heeft al duidelijk gemaakt dat hij geen moslim zou zijn. Zelfs niet eens een hypocriet. Een hypocriet wat nog lager is dan een ongelovige, dus dat hij zichzelf voordoet als een moslim, zelfs dat heeft Allah subhanahu wa ta'ala duidelijk gemaakt dat dat niet zal gebeuren. En dat hij het hellevuur zal binnentreden. Zo duidelijk is Allah subhanahu wa ta'ala in deze ayat. En daarom zeggen de geleerden, dit is een van de duidelijke tekenen dat de woorden van Allah subhanahu wa ta'ala waarachtig zijn.
En de woorden die de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft overgebracht naar de mensen van Allah subhanahu wa ta'ala, waarachtig zijn. Want Abu Lahab is nooit moslim geworden. Is nooit moslim geworden. En een belangrijke zaak hier ook in deze ayah. Sayasla naran dhata lahab. Waarom zegt Allah subhanahu wa ta'ala sayasla naran dhata lahab? Omdat Allah subhanahu wa ta'ala een belangrijke logica heeft geschapen. Wat is die logica? Die logica is, hetgeen wat jij doet, zo ontmoet jij. Oftewel, hetgeen wat jij doet en geeft, dat zal je ook terugkrijgen. Omdat hij ook de profeet sallallahu alayhi wa sallam het moeilijk maakte. Het moeilijk maakte en eigenlijk heeft hij het hem makkelijk gemaakt. Om zijn da'wa te verrichten. En hij hem ook met stenen gooide waarop zijn enkels daar van gingen bloeden. Heeft Allah subhanahu wa ta'ala hem bestraft met deze straf. Met deze straf. Tayyip. Een andere zaak. Allah subhanahu wa ta'ala noemt ook zijn vrouw hierin. Wie is zijn vrouw? Zijn vrouw was een van de vooraanstaande vrouwen onder Quraysh. En zij heette Arwa. Arwa, dochter van Harb. En zij was de zus van Abu Sufyan ibn Harb, radiyallahu anhu, die uiteindelijk ook moslim is geworden. En ze heette Ummu Jamil. Deze had ook een zeer grote en diep verankerde vijandschap tegen de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En er werd overgeleverd dat zij op zijn pad ook, op zijn pad dorens legde. Maar het erge wat zij deed, is dat zij lasterde, oftewel de profeet sallallahu alayhi wa sallam in qua daglicht zette en leugens over hem verzon en gepraat tussen de gelovigen en de ongelovigen heen en weer zette, zodat zij fitne veroorzaakte bij de ongelovigen of bij de gelovigen en zodat zij de ongelovigen ook ging opjutten tegen de gelovigen. Dus zodat zij ook de ongelovigen ging opjutten tegen de gelovigen. En dat was de onder andere de brandhout die zij verplaatste. Want wat is nog erger dan de brandhout van het versturen van gepraat heen en weer. Dat zorgt ervoor dat het tussen twee volkeren of tussen twee individuen gaat opfokken. En de fitne aangewakkerd wordt. En dat was dus hetgeen wat deze slechte vrouw deed. Hetgeen wat deze slechte vrouw deed. En daarom heeft Allah subhanahu wa ta'ala haar Hammalatul Hatab genoemd. Hammalatul Hatab genoemd. En ze had om haar nek had ze een sieraad. En ze zei, ik ga deze sieraad uitgeven om nog meer vijandschap te uiten jegens de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Mohammed, de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En daarom heeft Allah subhanahu wa ta'ala haar beantwoord, fi jidiha hablum min masad. Om haar nek zal er een touw van vezels zijn, en dat is een touw van vezels, brandende vezels om haar nek zijn. Wal'iyadu billah. Dit is weer hal jaza'ul ihsani illa al-ihsan. Oftewel, is het niet zo dat de beloning van goedheid goedheid is. Dus andersom ook is het niet zo dat de beloning van slechtheid slechtheid is. Oftewel, jij wil dat jij deze sieraad die jij om je nek hebt uitgeven om
De profeet sallallahu alaihi wasallam nog meer te pijnigen. Allah subhanahu wa ta'ala zal jou om jouw nek, jouw al-qiyama, een brandende vezel om je nek doen, zodat je ook daarmee blijft stikken en verbrand wordt, jouw al-qiyama. Deze vrouw, de vrouw van Abu Lahab, die toen zij dat hoorde, toen zij deze soera hoorde, werd ze nog meer boos. Werd ze nog bozer. En hier wil ik even stilstaan bij deze zaak. Wanneer de vijandschap van de ongelovigen diepgaand is en geuit wordt en waarbij ook fysieke kwaad wordt berokkend aan de moslims, dan is het geen probleem. Dan behoort het zelfs tot de sunna van de profeet sallallahu alaihi wasallam om deze mensen of dua te doen jegens deze mensen. Om dua te doen jegens deze mensen. En de profeet sallallahu alaihi wasallam heeft tegen verschillende mensen onder Quraysh dua gedaan. Omdat zij hem ook fysiek hebben aangevallen. Toen hij zijn da'wa op een vredelievende wijze in Mekka heeft verricht. En Allah subhanahu wa ta'ala heeft ze bestraft in het wereldse en het hiernamaals. Dan zal ze in het hiernamaals bestraffen. Dus dan kunnen sommige mensen zeggen, ja, maar je kan toch ook al-hidayah. Nou, je kan altijd al-hidayah. Dus de leiding vragen aan deze mensen. Maar het mag ook dat jij dua tegen hen doet. En wat ook mag, is dat je zegt, o Allah, indien u weet dat deze mensen geleid worden, leid hen en houd hun kwaad af van de mensen. En indien u weet dat zij niet geleid worden, bestraf hen in het wereldse en het hiernamaals. En deze sura, zoals we net hebben gezegd, is een smeekbede, maar ook een berichtgeving. Is ook een berichtgeving van Allah subhanahu wa ta'ala naar de profeet sallallahu alaihi wa sallam. En het is ook een verheuging naar de profeet sallallahu alaihi wa sallam. Een verheuging naar de profeet sallallahu alaihi wa sallam en naar de metgezellen, dat deze persoon bestraft zal worden wegens hetgeen wat hij doet. En dat ook iedereen die hem nadoet bestraft zal worden. En het is een waarschuwing voor de rest van de ongelovigen, dat degenen die hem volgen ook bestraft zullen worden. Toen Ummu Jamil, oftewel Hammalatul Hatab, de draagster van brandhout, of van hout, deze Sura hoorde, toen kwam ze richting de profeet sallallahu alaihi wasallam. En ze ging hem zoeken. Ze ging hem zoeken. En toen ze hem aan het zoeken was, zag ze Abu Bakr radiyallahu anhu. En deze hadith, die overlevert of verhaalt Asma bint Abi Bakr radiyallahu anhu. Anha, Asma, de dochter van Abu Bakr radiyallahu anha. En het is een hele mooie hadith. En Imam Ibn Hajar heeft deze hadith ook sahih verklaard. Luister even mee. Dus deze Hammalatul Hatab was de profeet sallallahu alaihi wasallam aan het zoeken om hem kwaad te berokkenen. En ze kwam bij Abu Bakr radiyallahu anhu. Abu Bakr radiyallahu anhu was met de profeet sallallahu alaihi wasallam. En Abu Bakr radiyallahu anhu zei, toen hij haar zag, hij zei, ik ben bang dat ze dat ze u iets kwaad kan berokkenen.
Toen zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam, zij zal mij niet zien. Kijk, de zekerheid van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Zij zal mij niet zien. En hij was Koran aan het reciteren. En hij was Koran aan het reciteren. Zoals Allah subhanahu wa ta'ala ook zegt in surat al-Isra. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, en indien jij Al-Quran reciteert, dan zullen wij tussen jou en degenen die niet geloven in het hiernamaals een bedekking plaatsen die niet gezien kan worden. Een ongeziene bedekking plaatsen. Een ongeziene bedekking plaatsen. Toen kwam ze naar Abu Bakr en ze zei, o Abu Bakr, ik heb gehoord dat jouw vriend over mij shi'r heeft opgezet. Shi'r, dat is zeg maar poëzie, heeft opgezet wat mij beledigt. Wat mij beledigt. Toen zei hij, nee, bij de Heer van dit huis. Bij de Heer van dit huis, hij heeft geen poëzie gezet wat jou beledigt. Toen is ze verwijderd, toen is ze weggegaan. Terwijl ze zegt, Quraysh weet dat ik de dochter van haar heer ben. Een soort van hoogmoed. Een soort van hoogmoed. En ze noemde de profeet sallallahu alayhi wa sallam Mudhammam. Mudhammam, dat is het tegenovergestelde dan Mohammed. Mohammed betekent iemand die lof geprezen wordt. En Mudhammam betekent iemand die slecht bevonden wordt. Tayyip. Toen de profeet sallallahu alayhi wa sallam naast Abu Bakr radiyallahu anhu was, toen zei de Abu Bakr radiyallahu anhu, o boodschapper van Allah, heeft zij u niet gezien? Hij zei, nee. Ik werd voor haar bedekt. Ik werd voor haar bedekt. En deze aya heeft ook een bijzondere praktijk. Imam al-Qurtubi, rahimahullah. Wat zegt hij hierover? Hij zegt hierover, over deze aya die we net hebben genoemd, en indien jij de Koran reciteert, dan zullen wij tussen jou en degene die niet geloven in het hiernamaals een bedekking plaatsen die niet gezien kan worden. Imam al-Qurtubi, hij woonde in Qurtuba. En hij was in de tijd waarop eigenlijk de ongelovigen, de Spanjaarden, Al-Andalus gingen veroveren. En wanneer de Spanjaarden Al-Andalus gingen veroveren, dan gingen ze alles plat branden. Alles. Want ze hadden ook een vorm van afschuw tegen de islam die ongekend was. Waarna zij de moslims jarenlang hebben gemarteld onder druk. Wat zeg ik jarenlang? Decennia lang. Decennia lang gemarteld, onder druk hebben gezet. Ze hebben boeken met wetenschappen hebben zij uit afgunst en woede tegen de islam hebben zij verbrand. En hebben zij ook heel veel boeken die zij interessant vonden, hebben zij veranderd van Mohammed en Khalid naar Petro dus hun namen gezet. Dat zij die zogenaamd hebben geschreven. Imam al-Qurtubi vertelt dat toen deze mensen ook zijn stad of de stad waar hij was binnentraden en alles gingen plat branden. Hij kon niet weg. Hij was thuis, maar hij kon niet vluchten. Dus wat deed hij? Hij ging Koran reciteren.
Hij ging Koran reciteren. En ze waren ook op zoek naar hem, want hij was een bekend persoon. Hij ging Koran reciteren en hij bleef Koran reciteren. En ze gingen alleen maar om zijn huis. Om zijn huis en ze hebben hem niet gevonden. En uiteindelijk kon hij vluchten. Dus deze sura kunnen wij ook zelf gebruiken. Deze ayah. Die kunnen wij ook zelf praktiseren. Dat wanneer wij Koran reciteren. En wij niet willen dat de ongelovigen ons kwaad kunnen berokkenen. Dan horen wij deze ayah. Of de Koran te reciteren. Dan horen wij de Koran te reciteren. Dit was even een zij. Een verhaal om duidelijk te maken dat Allah subhanahu wa ta'ala deze Koran heeft neergezonden aan de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Niet alleen maar om hem te beschermen, maar ook om de rest van zijn ummah te beschermen. Deze surah heeft meer betekenissen. En kunnen wij ook zelf praktiseren in ons dagelijks leven. Hoe? Door allereerst te weten dat wanneer wij ons vertrouwen leggen op Allah subhanahu wa ta'ala, dat Allah subhanahu wa ta'ala ons zal beschermen. Tweede zaak wat hier ook nog meer uitgehaald kan worden. Namelijk dat wanneer jij da'wa verricht, dat Allah subhanahu wa ta'ala jou zal beschermen indien jij ook daadwerkelijk ikhlas hebt. Maar indien jij geen ikhlas hebt, dan zul je sidderen. Zul je soms links gaan, soms rechts gaan. Soms links, soms rechts. En zul je bang zijn van iets wat je hier alleen maar tussen je oren hebt. Terwijl het helemaal niet bestaat. En zo heb ik mensen gezien. Wal-iyadu billah, en ik heb ze gewaarschuwd daarvoor. Ik heb ze altijd geadviseerd. Zorg ervoor dat je ikhlas hebt. Want wanneer je ikhlas hebt, zul je standvastig zijn. Zul je stabiel zijn. En dan zie je ze soms links, soms rechts. Soms links, soms rechts. Dus je ziet ze sidderen. En soms maken ze zichzelf bang terwijl helemaal niks aan de hand is. Dus deze mensen hebben niet ongelovigen nodig om bang te maken. Ze zijn bang in zichzelf en uiteindelijk zijn deze mensen afgedwaald. Uiteindelijk zijn deze mensen op zoek naar hun begeerte, op zoek naar hetgeen wat ook past bij hun begeerte. En zijn ze ook dwalende mensen gaan opzoeken en ook uiteindelijk zelfs de dwaling van deze dwalende mensen zijn ze gaan verspreiden. Wallahu a'lam. Kijk hoe ver iemand verblind wordt. En dan zie je ook degene die om hem heen zijn, alleen maar slecht gedrag hebben. Alleen maar roddels, leugens enzovoorts. Kijk hoe ver iemand gebracht kan worden wanneer hij geen ikhlas heeft. Dus zorg ervoor dat je ikhlas hebt, zuivere intentie hebt bij het verrichten van da'wa. En dan zal Allah subhanahu wa ta'ala zich bekommeren om jou. Allah subhanahu wa ta'ala zegt: Inna Allah yudafi'u 'anil ladhina amanu. Voorzeker, Allah verdedigt degenen die geloven. Je hoeft alleen maar iemand te zijn die gelovig is en ikhlas heeft. En Allah zal jou verdedigen. Je hoeft je nergens zorgen meer om te maken. Maar gelovig zijn betekent ook dat je ook jouw da'wa doet volgens de sunnah van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Dat je dus ook niet gaat provoceren. Dat je ook niet mensen onrecht aandoet. Dat je ook de mensen uitnodigt tot de islam met wijsheid. Met wijsheid. Tayyip. Een andere belangrijke betekenis hierin. En dat is dat Allah subhanahu wa ta'ala alwetend is en hij de overweldiger is over alles. En dat hij, wanneer jij de mensen niet aan kan, dat hij de mensen wel aan kan. En dat hij deze kwaad van jou kan verwijderen.
dat hij deze kwaad van jou kan verwijderen. Een andere belangrijke zaak is dat degene die een da'iya kwaad wil berokkenen, een persoon die da'wa wil verrichten, kwaad wil berokkenen, Allah subhanahu wa ta'ala zal hem kwaad berokkenen. Zal hem bestraffen in het wereldse en het hiernamaals. Dit is ook een belangrijke zaak. Dus we horen dus ook als moslims, mensen die da'wa verrichten, mensen met kennis, studenten met kennis, geleerden, daar hoeven we afstand van te nemen of afstand van te nemen om iets van kwaad hen te berokkenen. Roddels over hen te verspreiden. Slechte spraak over hen te verspreiden. En wat ook sommige mensen doen, is gepraat en gespuis tussen verschillende mensen heen en weer te laten gaan. Zoals ook Hammalatul Hatab, de vrouw van Abu Lahab. Dan zie je eigenlijk dat ze de woorden van de ene student van kennis of persoon met kennis overzetten naar een andere persoon met kennis. Oh ja, ik ben geschrokken. Ja, en dan zegt, oh ja, is dat zo? En dan wordt die andere ook meegesleept in zijn gevoel. En dan gaat ze zeggen, gaat ze weer de woorden van die persoon weer overplaatsen naar de andere persoon. En namime en el ghibe. Doorgeven van gepraat. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt, kefa bil mar'i ithman. Oftewel, en in een andere versie zegt hij, kefa bil mar'i kadiban. Genoeg is de zonde. Of genoeg is de leugen van iemand die al hetgeen zegt wat hij hoort. En yuhaditha bi kulli ma sami'a. Dus zorg ervoor dat je geen namam bent. Dat je niet een persoon die gepraat overzet van de ene naar de andere kant. Dat is niet toegestaan. Dat is niet toegestaan. En zorg ervoor dat je niet jouw begeerte volgt. Want de wortel van het probleem van woorden overzetten van de ene naar de andere kant is dat jij jouw begeerte volgt. Dat jij jouw begeerte volgt. Dus wees niet zoals Hammalatul Hatab, waarbij je fitan aan gaat wakkeren tussen twee mensen met kennis. Dat doen broeders, maar ook zusters. Een andere betekenis, oftewel een lering wat wij hier ook uit kunnen halen, is dat wij de woorden van de ongelovigen niet mogen luisteren wanneer zij het hebben over mensen met kennis. Want dat is dan eigenlijk de vernietiging op zich. Want de ongelovigen die zeggen, ja, maar die persoon is dat. Ja, maar die persoon is dat. En wat doen sommige mensen helaas? Zij denken dat ze slim zijn. Zij denken dat ze wijs zijn. Dan gaan ze ook afstand nemen van deze mensen met kennis. En dat is de vernietiging itself. Voor jouzelf, hè? Iedereen die dan afstand neemt van mensen met kennis en zich waant dat hij dan in veiligheid is, a'udhu billah. Deze persoon die is op dat moment niet bewust van het feit dat Allah subhanahu wa ta'ala degene is die hem veilig kan stellen en niemand anders. Maar op deze wijze kunnen de ongelovigen de mensen afhouden van mensen met kennis. Of verschillende studenten van kennis uit elkaar halen. Vooral degene die zich hier gehoor aan geven en denken dat ze hiermee wijsheid hebben getracht. Daarom moet iedereen zichzelf gaan nakijken. Zichzelf gaan nakijken. En Allah subhanahu wa ta'ala gaan vrezen. Een andere belangrijke zaak is, en dat is ook een sunna kauniyya, een logica die Allah subhanahu wa ta'ala geschapen heeft. Dat is dat wanneer iemand een vroom persoon is.
die zich niet bemoeit met anderen, die zich niet bemoeit met anderen, dan zullen zowel de vromen als de niet-vromen hem lief hebben. En dan is er niks aan de hand. Maar zo'n persoon verricht dus geen da'wa. En zo'n persoon, die als hij verplicht is om da'wa te verrichten, en hij verricht geen da'wa, dan zit hij in groot gevaar. Maar laten we even eerst blijven bij de sunna koniya, oftewel de formule die Allah subhanahu wa ta'ala gemaakt heeft. Wanneer je zelf vroom bent, bid en vast enzovoorts, dan zullen de mensen tegen je zeggen, oh mashallah, je bent een goed persoon. Zoals de profeet sallallahu alaihi wasallam ook werd behandeld voor zijn profeetschap. En zo ook alle boodschappers en profeten voor hun boodschap en voor hun profeetschap. Dan waren ze geliefd in hun gezinnen, in hun familie. Maar wanneer ze verbeteraars worden, dan komt er een filter tussen de daadwerkelijke gelovigen en de ongelovigen, of de daadwerkelijke mensen die ook de sirat al-mustaqim willen, dus het rechte pad willen, en degene die daarvan willen afwijken. Want degene die sirat al-mustaqim op willen, die zullen ook jouw verbetering accepteren. En degene die niet de sirat al-mustaqim of het rechte pad willen, die zullen jouw verbetering niet accepteren. Die zullen tegen jou zeggen, wat bemoei je mee? Wij hebben onze eigen cultuur. Wij volgen onze voorvaderen. Precies zoals dat ook geweest is met alle boodschappers en profeten en ook de profeet sallallahu alaihi wasallam en elke da'ia die oprecht is. Wanneer hij da'wa begint te verrichten, dan beginnen de mensen ook die vijandschap op te zetten. Maar deze vijandschap, die kun jij als da'ia, als oproeper tot Allah subhanahu wa ta'ala, ook daadwerkelijk inzetten en investeren omwille van Allah subhanahu wa ta'ala. En daarom zegt Allah subhanahu wa ta'ala in surat al-Asr, wal 'asr, bij de tijd, innal insana lafi khusr, voorzeker de mens leidt verlies, illa alladhina amanu, behalve degene die geloven, wa 'amilu s-salihat, en goede daden verrichten, wa tawasaw bil haqq, en wat is tawasaw bil haqq? Elkaar aansporen tot de waarheid. Elkaar aansporen tot de waarheid. Wat betekent dat? Da'wa verrichten. Elkaar adviseren. Wat zegt Allah subhanahu wa ta'ala daarna? Elkaar aansporen tot geduld. Want wanneer jij da'wa verricht, dan zul jij te maken hebben met vijandschap. En zul je ook op dat moment geduld moeten hebben. En elkaar ook tot het geduld moeten aansporen. Maar degene die alleen maar lui wil zijn en niks te maken wil hebben met de anderen. Oftewel, zoals sommige mensen ook mooi zeggen, terwijl dat helemaal niet mooi is. Dit is alleen maar slechtheid wat versierd wordt. Ja, ik wil geliefd worden door iedereen. Ik wil door niemand, zeg maar, als vijand worden genomen. Ja, ik wil mijn reputatie overeind houden. Jouw reputatie moet je overeind houden bij Allah subhanahu wa ta'ala. En degene die door iedereen geliefd wil worden, dat is een shaitaan. Dat is een shaitaan en dat is een hypocriet. Want door iedereen zul je niet geliefd worden. Wanneer jij ziet dat slechte mensen naar je toe komen en ook hun slechtheid proberen te verdedigen middels het hangen aan jou, dan betekent het dat er iets mis is met jou. Dat er iets mis is met jouw hart. Maar wanneer de slechte mensen naar jou toe komen om ook jouw goedheid te accepteren, maar ook jouw da'wa te accepteren, jouw advies te accepteren, wanneer dit advies ook goed is, dan pas is het een goede teken.
Want anders zou de profeet is ons voorbeeld. En als hij deze intentie had, dan zou hij geen da'wa kunnen verrichten. Dan zou ook Abu Lahab niet tegen hem kunnen geweest zijn. Maar omdat hij een verbeteraar was, was Abu Lahab en Abu Jahl en nog vele anderen onder Quraysh waren zijn vijand geweest. Abu Sufyan was zijn vijand al voor meer dan 20 jaar geweest. En uiteindelijk is hij moslim geworden. Dus hier moeten wij over nadenken. Hier moeten wij over nadenken. Dat betekent niet dat wij vijandschap achterna moeten gaan. Nee, absoluut niet. Maar wij moeten wel weten dat de da'wa geduld nodig heeft. Geduld nodig heeft. Want wanneer jij geen geduld hebt en elkaar niet gaat aansporen tot geduld, dan kun je geen da'wa verrichten. En daarom zegt Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا. En deze zal niet of niemand verkrijgen behalve degene die geduld hebben. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ. En deze zullen niet krijgen behalve degene die een groot aandeel hebben. Dus ga niet op zoek naar vijandschap, maar zorg ervoor dat wanneer jij die krijgt, dat je ook geduld hebt. En niet zegt, ja, nee, maar, ja, nee, nee, dat je geduld hebt. En staat voor jouw principes, staat voor de aqida die jij verkondigt. Staat voor de wetgeving van Allah subhanahu wa ta'ala die jij verkondigt. Dus wanneer jij ook tegen andere zusters zegt, beste nobele zuster, draag jouw hijab en je krijgt iets terug, geen probleem. Investeer dat omwille van Allah. Wanneer jij tegen een broeder zegt, beste broeder, vergaar kennis en heb geduld daarin en je krijgt iets terug, geen probleem. Zorg ervoor dat je geduld hebt. En zo zien we dus dat Allah subhanahu wa ta'ala hier een logica heeft gemaakt waarbij de waarheid en de valsheid met elkaar botsen. En elkaar aan het duwen zijn. Elkaar aan het duwen zijn. Hoe meer waarheid, des te meer kracht vanuit de valsheid komt. Des te meer geduld de waarheid of de mensen van de waarheid moeten hebben, zodat zij standvastig blijven en stand houden in hun da'wa. En daarom zegt Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَوْلَا تَفْعُوا اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ لِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضِ. En zou Allah de mensen elkaar niet laten duwen, dan zou deze aarde vernietigd zijn. Dus het is belangrijk dat je ervoor zorgt dat jij en jouw kinderen ook opvoedt met ik wil standvastig zijn omwille van Allah, middels geduld die ik bereken bij Allah subhanahu wa ta'ala. Maar ik ga niet provoceren. Ik ga geen vijandschap opzoeken. Wanneer ik vijandschap krijg, dan ga ik doen wat Allah subhanahu wa ta'ala ook de mensen in Mekka heeft bevolen. Fa'fu wasfahu. Oftewel, laat gaan en vergeef. Vergeef en laat gaan. Hatta ya'ti Allahu bi amri. Totdat Allah met zijn bevel komt. Dus wees ook geduldig door deze vijandschap op de beste wijze ook tegen te gaan. Middels wettelijke wijze. Hè? Middels schrift. Middels als je goed kan praten en tot de islam kan oproepen, doe dat middels woord. Als je dat niet kan doen, doe dat middels jouw voorbeeld. Door een goed mens te zijn. Door een voorbeeldig persoon te zijn. Moslim te zijn. En jouw islam te verkondigen middels jouw goed gedrag. Middels jouw glimlach. Middels het feit dat je niet het kwade bestrijdt met het kwade, maar met het goede. Zoals Allah subhanahu wa ta'ala zegt, idfa' billati hiya ahsan. Zo hoor je te zijn. Maar je hoort geduld te hebben. En niet te sidderen of andere mensen ook nog eens bang te maken. Dat moet je niet doen. Je hoort wanneer de mensen tegen je zeggen, de mensen zullen zich verzamelen tegen jou. Dan hoor je
dan hoor je daar heel, heel geduldig mee te zijn en ook blij mee te zijn. Waarom blij? Omdat Allah subhanahu wa ta'ala jou meer iman zal geven en meer standvastigheid zal geven. En daarmee zal Allah subhanahu wa ta'ala jou ook standvastig houden. Zoals dat ook gebeurd is met de metgezellen. Ridwanullahi alayhim, toen de mensen naar hem toe kwamen en ze zeiden, de mensen hebben zich verzameld voor jullie. Wees bang van ze. Je hebt zulke mensen hè, onder de moslims. Allah subhanahu wa ta'ala vertelt over ze. Dat heeft hen alleen in geloof vermeerderd. En wees ook op deze wijze. Ga niet afhaken van je geloof. Of zeg ja nee, we moeten ons aanpassen. We moeten niks aanpassen. Wanneer het gaat om verplichting of een verbod, dan is dat de grens van aanpassen. Alles wat aanbevolen is, makroeh is, daar kunnen we over praten. Daar kunnen we over onderhandelen. Maar er zijn twee grenzen. Alles wat verplicht is, laten we niet gaan. En alles wat verboden is, gaan we niet verrichten. Dit zijn sommige leringen die we hieruit kunnen halen uit deze geweldige sura en de belevenissen van deze geweldige sura. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons hier heel veel baat van laten hebben. En mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons verheffen in het wereldse en het hiernamaals. En mogen Allah subhanahu wa ta'ala onze da'wa doen vergemakkelijken. En mogen Allah subhanahu wa ta'ala ook de harten van de ongelovigen openen voor deze da'wa, zodat zij allen moslim worden. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.